Ik heb een heleboel redenen om uit het leven te stappen. Ik leid aan een vorm van reuma. En ik ben bang om dement te worden. Omdat dat veel in mijn familie voorkomt. Op het moment dat ik daaraan leid, ben ik niet meer wilsbekwaam. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik aangeef wat ik wil. Ik heb al een wilsverklaring liggen. Ik heb geen zin meer in het leven. Ik wil geen onderdeel meer uitmaken van de maatschappij. En ik heb angst voor de toekomst. Ik wil niet wachten met overlijden. Ik wil nu. Dit is het verhaal van Martin Kok. Hij confronteerde D66-leider Alexander Pechtold met zijn verhaal. Naast Martin zijn er nog meer mensen die lijden aan het leven. Zo'n 2500 mensen per jaar gaan jaarlijks naar de huisarts en vragen daar om euthanasie. Zij worden afgewezen omdat ze niet onder de bestaande criteria vallen. Maar daarmee is hun doodswens niet verdwenen. Ze zoeken hun toevlucht in het bestellen van middelen uit het buitenland. Ze stoppen met eten of drinken. En ze springen voor de trein. Als je vandaag de dag voor euthanasie in aanmerking wil komen, dan moet je uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Wat wij ons als samenleving niet beseffen is dat voor sommige mensen het leven ook uitzichtloos en ondraaglijk kan zijn. Ik schrok me dan ook kapot toen ik in de Wall Street Journal las in de Nederlands The Doctor Will Kill You Now. Het was van Kees van der Staaij die vanwege zijn geloofsovertuiging tegen de Voltoed Levenwet is. Dat respecteer ik. Maar de vrijheid van godsdienst is niet de vrijheid van het opleggen van jouw wil op de ander. Er is dan ook niemand, behalve ikzelf, die bepaalt of mijn leven voltooid is. Dat is geen minister, dat is geen Kamerlid en dat bent ook u niet. De Voltooid Levenwet biedt voor sommige mensen een uitkomst. De huidige generatie liberale politici zetten zich ervoor in dat mensen ouder dan 75 jaar met een wens om te overlijden in aanmerking kunnen komen voor euthanasie. De volgende stap is om ervoor te zorgen dat. Een Martin Kok die 57 jaar is ook in aanmerking kan komen voor euthanasie. Dat is een stap die onze generatie op zich moet gaan nemen. De dood mag namelijk nooit een kwaad geacht worden als hij het einde is van een voltooid leven. Dank u wel.